Dit wordt echt zo kut, Joost. Wat zijn we? Dit wordt zo kut. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Ja, Joost neemt het item niet serieus. Ik ben oprecht wel nieuwsgierig. Want, Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Vandaag hebben we weer een baanbrekend onderzoek. En dat is... Ja, nou ja, we weten eigenlijk al een hele tijd. Minder vlees eten zou beter moeten zijn voor het milieu. Is het ook. Je hoort alleen heel vaak het argument dat ze het echte vlees gewoon lekkerder vinden smaken. Zelf denk ik dat ook nog steeds, dat ik vlees lekkerder vind smaken. Maar we vragen ons af of de vleesvervanger tegenwoordig zo goed is dat je het verschil niet meer proeft. Ja, dus dat gaan we onderzoeken. We gaan gewoon de straat op met echt en nep vlees en kijken wat ze ervan vinden. Laten we gaan bakken. Lekker man. Lekker man. Ja. Bluff. Ik wil niet heel graag. We hebben hier de rundhamburger, dat is een echte. Dit zijn de vleesvervangende hamburgertjes. Ja, je ziet het wel gelijk. Dus misschien moeten ze blind gaan proeven. Nou, ik ja. Je ziet het, het is wel geen hamburger dit. Voor het einde is het helemaal niet eens. Dit ziet eruit als wat je aan je kat voert en dit is lekker. Ja. Maar goed, laten maar we inderdaad misschien is het onafhankelijk gebakken, blijven. Misschien is het gebakken heel anders. Juist. Wat, wie verzint dit? Wat zit hierin, ouwe? Gast, het ruikt ook naar kattenvoer. Maar ik vind dit al minpunten voor de netvlees. Nou, het plakt ook. Een beetje seasoning. Moesten we niet een beetje olie en zo erop doen? Hebben en niet. Peper en zout? We hebben geen olie. Dit is weer een lekkere giergastenproductie, jongens. Ja. Laat eens kijken. Laat Godverdamme. Het valt ook uit elkaar. Twee lauwpils. Oh, wow. Dit is een aangebrand vorkje. En daarmee... De, deze barbecue? Nee, niet op die barbecue. Nee, nee, nee. Oh, wacht. Jij bent een kenner. Ja, tuurlijk. Van deze? Ja. Lekker dit, spul. Want dit is geen echte burger? Nee, maar dat smaakt... Het tomatenspul lijkt net op het sap van dus het vlees. De smaak is hetzelfde? Heerlijk. Is het hetzelfde als vlees? Ga je filmen? Nee. Is, zou je zeggen dat de smaak bijna hetzelfde is als vlees? Zou je zeggen, het is zo. Tot volgende week. Je we hebben hier een conclusie. Je proeft het verschil niet? Nee. Nee. Okay. Ja, maar wij zijn vooral benieuwd of mensen nou echt het verschil gaan proeven als ze niet weten welke burger nou echt vlees is en welke vervanger. Ik ben er ook wel benieuwd naar. Ja, dat toch? Dat gaan jullie nu doen. Dat gaan we nu testen. Oh ja. Het ziet er van de binnenkant eerlijk gezegd niet heel gek uit hoor. Ja, eerlijk. Dat is best lekker. Maar ik proef wel dat het geen echte burger is. Maar goed, het zou zonde van het item zijn om dat, die conclusie niet te trekken. Gaat. Het smaakt niet eens een beetje naar burger. Maar we hebben meer alternatief vlees, namelijk ook Beyond Burger. Ja, en ik heb hiervan gehoord dat deze schijnt net als echt vlees te zijn. Alleen, wat we nu aan het doen zijn, staat natuurlijk helemaal nergens op. Dus we wachten ook heel even tot we olijfolie hebben. We hebben olie gefixt. We hebben olie gefixt, yes. We kunnen nu echt bakken. Ja, want dit is hetgene... Die het moet doen. Het verschil mag je niet gaan proeven, want die ander sloeg nergens op. Nou. Holy shit. Oh nee joh. Dit is deze echt... stinkt beyond. Katten. Gadverdamme. Nou, echt... leg het erop. Nee, maar ik vind het... Kijk, dat plastic smelt. Ik ben zo nieuwsgierig juist. Om mensen het verschil gaan proeven tussen een neppe en een echte burger. Ik denk dat ik het antwoord al wel weet. Nee, ja, ik ook. Mega nieuwsgierig gast. Biertje? Het is allemaal lauw. Nee, het is echt koud nu. Het is gewoon een lekker pilsie. Soms nu weet ik, niet. Is dit zo'n 0.0 kring? Ben jij ook benieuwd of je het zult volgende week komen dat ik kan het niet eens allemaal strot heb gekregen. Dit wordt echt zo kut, Joost. Dit wordt zo kut. Wat zijn we aan het doen? Ja, Joost neemt het item niet serieus. Ik ben oprecht wel nieuwsgierig. Want, Het ziet er bijna klaar uit. Ah, je ziet het verschil wel gewoon. Zo simpel is het. Ja, en de textuur, dit valt uit elkaar. Dit blijft bij elkaar. Ja, en dit is gewoon sapperiger. Oké, de burgers zijn klaar. Dus. Misschien moeten we dan niet die echte erbij ernaast doen. Want dan is het duidelijk. Ja, dat valt wel heel erg op, hè? Misschien moeten we die achterwege laten. Doe jij mee aan deze fantastische test? Oké. Okay. Proef het geheim meteen. Dit is nep. Dit is nep. Ja. Ja, klopt. Klopt. Ja, dat klopt. Wij mag gewoon vlees. Goedemiddag. Hoe is het met jullie?
Goed. Wij hebben een barbecue aangegooid en daar ligt allemaal lekker lekkers op. Zoals deze burger. Die komt er net vanaf. Is nog lekker warm. Zou je hem willen proberen? Ja, maar wij zijn vegetariër. Maar weet u nog hoe echt vlees smaakt? Weet u dat nog? Ja, ik denk het wel. Ja? Zou u dan deze willen proberen en mij vertellen of u het verschil proeft? Proef je het verschil? Ja, wel. Ja? Je proeft wel het verschil tussen echt vlees en... Ja, jammer. Ja. Dat is jammer, want wij hadden gehoopt dat je dat dus niet meer zou proeven. Maar het is dus wel zo. Wilt u een lekker stukje vlees? Komt net vers van de barbecue. Er wordt een soort filmpje gemaakt. Ja, klopt. We zijn een testje aan het doen. Een testje? Nou, ben benieuwd. Ja. Ja, lekker. Wat voor vlees denk je dat het is? Ik denk dat het geen vlees is. Ah, je hebt het ons door. Het is een vleesvervanger. Ja, dat vermoed ik ook. Maar het lijkt niet op echt vlees. Nee. Nee is ook een antwoord. Nee, want dat is ook weer niet het goede antwoord. Het lijkt wel op vlees, maar je weet dat het geen hamburger is, want die is net iets anders dan de structuur, maar qua smaak? Maar het is wel heel lekker. Oké, we hebben te maken met een kenner. Klopt dat? Nou, ik probeer niet zoveel vlees te eten. Ja. Dus ik zou dit zeker... aanraden? Ja. Nou, oké. Nou ja, maar het smaakt dus niet als vlees, maar ze raden het wel aan. Tijd voor een kleine pitstop. Ik heb hier een heel lekker stukje vlees. En wat is dat? Nou, ik ben heel benieuwd of u kan proeven wat het is. Wat het is? Ja. Laten we eens even kijken. Proeven. Ja. Vegetarisch. Zo, aardig. Weet je dat heel zeker? Of vis. Weet je dat heel zeker? Nee. Je mag één antwoord geven en dan moet erbij blijven. Vegetarisch. Vegetarisch. Dat is het. Goede antwoord. zou u dit stukje vlees van mij willen proeven? Waarom? Dan ben ik heel benieuwd of wat je van denkt dat het is. Wat is het voor vlees? Dat hoop ik dat jij mij dat kan vertellen. Maar dan wil ik niet. Als het vlees is, dan wil ik het niet eten. Ja, dat vind ik wel spannend. Wat heb je zojuist gegeten? Dat weet ik niet. Een beetje crunchy hamburgertje. Maar was het vlees of was het... Nou, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Nee, maar dat is geen vlees. Wel goed. Is dit nou een echte vervanger voor vlees? Of ik denk wel, als mensen vlees lekker vinden, dat ze dit ook gewoon lekker vinden. Ja, nou, oké. Ja, die horen we dus de hele dag. Oh, saai. Sorry. Wow, dit is gewoon net alsof ik vlees eet. Ja, ik weet niet. Je kan het ook gewoon zeggen, hè? Dat vind ik wel geen leuke ervaring. Nee, is het ook niet. We moeten eerlijk blijven. Het is gewoon lekker. Dit is gewoon lekker. Ja, klaar. Het is gewoon lekker. Ja, nee, top. Zit hier nog. Ja, zo. Zo lekker was het. Zo lekker was het. Kunnen we concluderen dat het gewoon... Ja, doen? Ja, op Instagram, als het mag. Ja, nee, natuurlijk. Ja, dit is wel echt van de drie de allerbeste. Wil je hem proeven? Ik heb hem net ook gegeten. Neem nog een stukje, hij is wel lekker. Maar ik ben benieuwd of je het verschil proeft, man. en proef je het verschil tussen een echte burger? Ja, ja, dat is heel duidelijk. Onze nieuwsgierige vraag is deze beantwoord. Ja, je proeft het verschil dus nog steeds. Wellicht volgend jaar dat we het niet meer proeven. We weten het nog niet. Wellicht, ik ben nog steeds heel nieuwsgierig. Volgende week gaan we weer wat testen. Waar ik ook ontzettend nieuwsgierig naar ben. Ik ook. Moet je zeker kijken. Dus abonneer. En tot volgende week. Later.